Gerkes. Goed aangenomen, tackle van Schoofs was op de bal. Swinkels, al vallend. En de kans voor Doku. En de eerste hoekschop van de partij is voor Anderlecht. De goal, nee. Net niet. Sandler richting de eerste paal. En aan de tweede paal niemand die kon binnentikken. Reuze kans voor Anderlecht na 3 minuten. Goeie hoekschop van Vlap. Compagnie kon er net niet bij. Ja, dan wordt KV Mechelen bijna weer gepakt op corner. Jules. Nasri. Goeie fluxe start van Anderlecht. Bal is binnen, Doku. Met de typische bewegingen, weg bij Corijn. De tackle van Bijker, Doku blijft overeind. Vlap is vrij, Vlap is vrij. Van Kleinpunt trapt buiten. Knap verdedigd hoor. Maar de druk is zo stilaan onhoudbaar voor Malinois. Derde corner voor Anderlecht. Dat aan een rotvaart aan deze wedstrijd is begonnen. Storm. Storm op Sardella af. Nasri probeert steun te verlenen. Tweede paal, bijna toch iets. Sandler raakt die bal nog aan. De eerste keer KV Mechelen en ook zij. Zeer gevaarlijk. Vlap. En opnieuw Vlap. Ja, van op die positie. Waarin hij ook al scoorde tegen Oostende. Geen hoekschop. En sowieso gevlacht voor buitenspel, voor de rebound. Toele. Goed plat. De wissel bij KV Mechelen. Jules van Kleinpunt moet de strijd staken. In zijn plaats deze 16-jarige. Aster Franks. Van Zijr. Via het fantasietje van Bijker. Nou, toch weer KV Mechelen met Van Zijr. Togi komt, Togi probeert. Het slotakkoord is zo waar voor Malinois. Na een recital van Anderlecht in de eerste helft. Met Vlagen erg goed voetbal. Jules probeert nog even Amoussou diep te sturen. Toele is zijn doel uit. En ja, krijgt de fout tegen zich. En de rode kaart. Rood voor Yannick Toele. Helemaal in het slot van de eerste helft. KV Mechelen met zijn tiende verder. Exit Yannick Toele. Een goede pas van Jules. Toele zijn doel uit. En ik denk dat hij inderdaad niet de bal heeft. Hij heeft hem niet. Amoussou raakte met zijn knie. Toele komt daardoor net te laat. En het is zelfs niet de knie. Eigenlijk missen ze hem allebei een beetje. Maar Toele raakt vol Amoussou. Sofiane Bouzian is de naam van de reservedoelman van Malinois. Ook zijn debuut in eerste klasse. Dante van Zijr wordt eraf gehaald. Logische keuze van Wouter Franke. Maar de kans dat KV Mechelen hier nu nog iets raapt, is natuurlijk uiterst miniem. Daar komt Michel Vlap. Ah, geen onaardige poging, maar het blijft 0-0 bij de rust. Tussen een sterk en bij momenten wervelend Anderlecht en een KV Mechelen dat met zijn tienen verder moet. Pieter Gerke spurt naar de kant, krijgt applaus. Hij heeft inderdaad echt wel een goede wedstrijd gespeeld. En Doku verlaat ook het veld. Voor hem komt dus Adzic. Delin heeft in 25 Anderlecht-wedstrijden 2 keer gescoord. Nasri probeert een carousel op gang te zetten. Vlap. En zo geraken ze er doorheen. En Bouzian doet dat uitstekend. Dit was een kans. Plot centraal na goed tikwerk. Compagnie is de diepste Anderlecht-speler. Telin afleggen. Jawel, nee. Hij gaat ernaast.
neemt die bal echt mooi op de slof. En dan leek het alsof Boussian geklopt was. Weggekoopt per. Company. Daar is Flap. Flap. Flap! Nee, hij legt er hem over. Keerde niet terug naar links, zoals hij eigenlijk graag doet. Flap dus naar de kant met nog 9 minuten op de klok. En je zou bijna zeggen eindelijk Jari Verscharen. Sardella opnieuw Nasri. Pas is goed voor Verscharen. Verscharen, schitterende actie. Verscharen, dan terug. Nasri, geen schot, is een belegering. En waarom trapt Jari Verscharen niet? Sardella. Zul, goed idee. En Verscharen, de redding van Boussian. Paniek bij Perre. Weggekoopt, maar niet echt door Corijn. Hadzic, goed werk van Thibaut Perre. Hadzic met hoekschop nummer 8. Company naast. Het zou natuurlijk de kers op de taart van deze wedstrijd geweest zijn. Voor hem. Maar hij knikt naast. En dan blijft het 0 tegen 0. Frank strapt weg. En Visser maakt een einde aan de partij. KV Mechelen pakt een punt op Anderlecht. Speelt een helft met zijn tienen. Kaya en Co waren onbuigzaam. Anderlecht zoekt nog altijd een eerste overwinning.